Waarom vind je bewijsvoering en feiten wel heel belangrijk als het gaat om iets als zwarte gaten? En speelt het opeens geen belangrijke rol meer als het gaat om het bestaan van God? Wat vind je van zo'n stelling van Govert Schilling? Als je wetenschap wil doen, dan moet je je concentreren op die dingen die je kan bewijzen. Maar welke weg je moet nemen bijvoorbeeld, welke richting je moet nemen, ook daar gebruiken wetenschappers intuïtie. Een bepaald gevoel, het is niet zo dat gevoelens helemaal geen rol spelen. Wetenschappers, zoals hij nou, gebruiken dus ook hun gevoel bij hun onderzoek. Maar dat is niet het enige dat hij nou over Govert's vraag wil zeggen. In de wetenschap onderbouw je dingen doordat ze werken. Ja. Doordat je kan laten zien, als ik dit en dit doe, dan krijg ik deze resultaten. Ja. En het is herhaalbaar ook. Het is herhaalbaar, ja. Maar het is niet makkelijk herhaalbaar hoor. Oké, niet makkelijk herhaalbaar. Maar hoe zit het dan met zijn geloof? Ook daar kan je tenminste proberen te laten zien, het werkt in mijn leven en het werkt in het leven van anderen. En dat is ook een soort bewijsvoering voor jezelf en ook een soort peer review. Voor jezelf. Voor jezelf, maar ook voor de gemeenschap. Dus volgens Heino zit het bewijs voor zijn geloof in de persoonlijke ervaring. Maar heeft hij meer redenen om te geloven, vraag ik me af. Nou, het lijkt mij dat als je wil weten, waar staat de oorsprong van de wereld? En je kijkt naar dit heelal, dan lijkt me de antwoord dat er een schepper is, een god is, nog de meest verstandige. De meest verstandige aanname te zijn, de meest verstandige hypothese. Want die als je het meeste hout snijdt eigenlijk. Want als je dat niet doet, als je die hypothese niet aanvaardt, dan heb je alleen maar toeval, betekenisloosheid. En ik vind, dit blijft gewoon intuïtief, te vrijblijvend, want beantwoordt eigenlijk niks. Er moet een eerste begin zijn van alle dingen, ook van het heelal. En voor Heino is dat God.